Hallo. Toehey, 1-2. Ja, ik ben Boris, hè. Boris van Severen. Ik zat samen in de klas met Jonas. We hebben samen de kleinkunstopleiding doorploeterd. We kwamen goed overeen en we zaten op dezelfde golflengte qua dingen. En konden naar elkaars werk kijken en daar goede dingen over zijn en minder goede dingen. En we waren maatjes. Ja, wat kan ik nog vertellen? Ik heb een vrouw en 2 kinderen bijna. Echt waar? Ja, bijna 2. Ja. De voorstelling gaat over een kind, hè? Ja. En is dat dan, beleef je dat dan helemaal anders dan bijvoorbeeld Jonas, omdat je vader bent? Maar het gaat over een kind, dat is te zeggen, want het is de voorstelling wordt door de ogen van een kind of zo gezien. Ja. Maar dat is niet daarom dat het gaat niet per se gaat niet over, per se dat, over kind. Dat kind. Ja. Nee, gaat... Dus als wij inhoudelijk daarover, het daarover hebben of zo, dan hebben we niet over. Ga je het niet over dat kind en ik denk niet dat dat daarom zo'n groot verschil of zo. Nee, ga eerder over dat er van alles buiten uw comfortzone zit. Ja. Dat je nog niet weet of dat je het bestaan niet van weet. En dat we zo hard in een individualistische maatschappij zitten en dat daar mensen worden buitengesloten die eigenlijk wel best pruimen zijn, maar omdat dat zo niet past in ons hokje, kader, ja. In ons kader, ja, kennen wij die niet. Ja. En daarover gaat het eigenlijk. Die leert die mensen kennen van buiten zijn leefomgeving. Ja. Ik heb vooral over dat, daar is het ook bij begonnen ooit, bij vertrokken, over dat systeem, hoe snel dat je eigenlijk buiten een kader of een gemeenschap of zo valt. En dat zie je in kleuterklassen gebeuren, maar dat zie je even goed op... Theater aan zee gebeuren. Ja, maar, mensen zo, maar dat zie je gewoon in heel volkeren of zo gebeuren, of landen, of in oorlogen, of kun je wat. Dus dat is hetzelfde systeem. Ook, zo. Eigenlijk, zo met, misschien even op de record, maar zo in Gaza en zo is dat net hetzelfde. Ja. Ja. Er worden ook mensen die in hetzelfde land wonen, die elkaar niet kunnen uitstaan. Waarom? Omdat ze een soort verschillende religie hebben. Ja. Terwijl dat is toch bizar? Ja. Zodat dat daar, op de basis daarvan, dan die worden uitgemoord. Ik ben te politiek, te onderricht om daar zo uitspraken over te doen eigenlijk. Ook. Dus maar wel, in die zin speelt kan theater en kunst in het algemeen daar wel een rol in spelen in de zin van... De vertaling daarvan ofzo. Er was eens een interview met Luc Perceval. En die zei van, je bent sowieso als kunstenaar zit je sowieso een minderheidsgroep. Dus je kan nooit niet echt een groot verschil ofzo rechtstreeks kunnen maken. Maar je kunt wel door theater... En zij doen masker van de clown opzetten en daardoor waarheden of zo verkondigen. Ja. En dat is eigenlijk wat wij ook in dit heel hard hebben geprobeerd om... Want we zeggen nu wel dat met die thematiek en zo is vertrokken. Het is, ik weet niet of je het er, als je de voorstelling ziet, er helemaal uithaalt, maar er zit er wel... We hebben daar wel een soort metafoor of zo voor ons gecreëerd, of een soort wereld, of een soort verhaallijntje, wat heel simpel is, waarbinnen dat we wel... Via personages, allemaal dingen waar wij van overtuigd zijn ofzo, of dingen dat wij willen aankaarten of waar we het over willen hebben, kwijt kunnen ofzo, toch maar gezegd kunnen krijgen. Ja, kleinkunst is gewoon ook een gedateerde naam, maar dat bestaat eigenlijk, hoe zou je die opleiding kunnen noemen? Makersopleiding ofzo? Makersopleiding, omdat dat gaat echt over... maken van muziek, over het omgaan met teksten, van muziekteksten, en over het maken van theater. Dus dat je een bepaalde inhoud overbrengen, of in een lied is, of in een voorstelling. Dus dat gaat niet meer over het Vlaamse levenslied ofzo.